Ik wist wat me te doen stond. Ja, we hadden een goed plan en dat ging heel goed. Tot het tweede rondje waar ik een fout maakte. En bij haar, met iemand met zoveel ervaring, heb je daar geen ruimte voor. En toen haalden ze me in, dus dat was heel jammer. Maar ja, ook veel goede dingen uit deze race gehaald. Ik ben 60 geworden. Dus in ieder geval in die top 8 landen. Ik heb in ieder geval mijn A-status behaald, dus dat is fijn. We hebben gewoon goede ondersteuning om door te gaan. Maar het doel is natuurlijk richting het podium. En op sommige momenten heb ik laten zien dat dat erin zit. Maar dan moet het wel voor het grootste gedeelte van de tijd zo gaan. En dat ging niet. Er moet ook gewoon nog een beetje snelheid bij. Dat maakt het racen vervolgens ook makkelijker. Maar veel dingen zoals de starts en bepaalde keuzes gingen heel goed. En daar heb ik wel wat weten te pakken. Nu nog hebben we een jaar om aan te werken. En vooral aankomende winter wordt een hele belangrijke periode om dat te doen.